gaan. Mijn accu is al bijna opgeladen. Darrington, kijk daar eens. Dat is de zonne-energiecentrale. Wow! Kijk je mee? Het zonlicht schijnt op al die spiegels. De spiegels weerkaatsen het zonlicht naar die toren. Daar wordt de warmte van het zonlicht omgezet in energie voor onze accu. Gek! Hier komt de energie! Hey, er is iets mis! Mijn accu laadt niet meer op! Vieldoppen! Die donkere wolken blokkeren het zonlicht! En zonder zonlicht heeft de centrale geen energie voor de accu. Ho, maar kijk, de zon blokkeert niet al het zonlicht. Daar verderop schijnt de zon nog wel. Snel, we gebruiken een spiegel om dat zonlicht naar de energiecentrale te sturen. Kijk, het lukt! We weerkaatsen het zonlicht naar de energiecentrale. En zo wordt mijn accu weer verder opgeladen. Uh-oh, de wolken drijven verder. En de zonnestraal is verdwenen. Maar er komt vast nog wel ergens anders een zonnestraal door de wolken. Kijk, daar verderop zijn zonnestralen. Kom mee, we moeten snel zijn. Als je een zonnestraal ziet, roep dan zonlicht. Zonlicht! De accu laat weer verder op. Uh-oh, maar het zonlicht verdwijnt weer. Kom mee, dan zoeken we een andere zonnestraal. Als je een zonnestraal ziet, roep dan zonlicht. Zonlicht! Is de accu van Darrington weer helemaal opgeladen? Ja! Nu hoef ik alleen nog maar de accu naar het ruimteschip te brengen en dan vlieg ik regelrecht naar de maan! Huh. Wacht eens even, hoorden jullie dat ook? Volgens mij zijn dat... Blaze en Darrington! Hallo, monsterwielen! Ik ben terug! En deze keer heb ik wel genoeg energie om naar de maan te vliegen! Gus, ik denk dat het hem deze keer gaat lukken. Oh ja, die vliegt straks wel naar de maan, hoor. Nou, veel succes, Darrington. Ja, we zullen heel hard voor je juichen. Hé, hey, maar wacht even. Er is nog ruimte voor twee anderen in mijn raket. Willen jullie samen met mij naar de maan vliegen? Ja! Nou, en of? Nou, kom op dan. Spring aan boord. Ruimtebril op. Lanceerplatform ingeschakeld. En we kunnen beginnen met aftellen. Tellen jullie mee af? Begin bij 5. 5, 4, 3, 2, 1 en de maan. Wow, dit is geweldig. Vind je dat al geweldig? Wat vind je dan van dit? Ik ben zo blij, ik barst van de energie. Oké, we gaan terug naar Darrington's verjaardag voor een lekker groot stuk taart. Oh nee, de taart vliegt weg. Stop taart, ik wil je eten. Taart, kom terug. Alle boeren,
Crusher probeert hem te pakken. Maar die taart is voor Darrington's verjaardag. Kom op, AJ. We moeten die taart vangen voordat Crusher het doet. Volg die taart! Wow, hij is vast heel erg dol op taart. Oh, nee. Ik wil niet dat Blaze eerder bij die taart is dan ik. Oh, ik weet iets. Ik bouw iets om hem tegen te houden. Een super glibberige ijsmachine. Blaze haalt me nooit in met al het glibberige ijs op de weg. Jammer, Blaze. Zo te zien begeef je je nu wel op heel erg glad ijs. Glad ijs. Oh nee, dit ijs is echt super glad. We komen niet vooruit. Om hier weg te komen hebben we kinetische energie nodig. Ik heb een idee. Misschien kunnen we iemand met kinetische energie vinden die tegen ons aan kan botsen. Ja, dan geven zij hun energie aan ons. En dan komen wij vooruit op het ijs. Wie kan ons kinetische energie geven? Hey, ramptruck! Pak me dan als je kan! Geef ons alle kinetische energie die je hebt. Daar is ie! Ik ga eindelijk die grote lekkere... We hebben hem! We hebben de verjaardagstaart! Ik wilde die taart opeten! Crusher, die taart is niet voor mij. Hij is voor Darrington's verjaardag. Ja, het is zijn verjaardagstaart. Zijn verjaardagstaart? Oh, dat wist ik niet. Sorry, jongens. Het is al goed, hoor, Crusher. Echt, zelfs ik eet de verjaardagstaart van een ander niet op. Ook al heb ik nog zo'n trek in een lekkere taart. Hey, Crusher. Misschien wil je nu je brief wel openmaken. Ah, goed dan. Pickle, het is een uitnodiging. Een uitnodiging voor Darrington's verjaardagsfeestje. Weet je wat dat betekent? Nee, wat dan? Dat betekent, wij gaan naar een feestje, daar hebben ze taart. Wij gaan naar een feestje, daar hebben ze taart. Jongens, we hebben wel een probleem. Darrington's feestje begint bijna. Het begint bijna? Oh nee, maar hoe krijgen we de taart daar op tijd? Oh, dat lukt ons wel, want wij gebruiken lichtsnelheid. Als je wil dat we op lichtsnelheid gaan, zodat we op tijd op Darrington's feestje zijn, roep dan Knallen Blaze! Knallen Blaze! Yeah! Blaze is terug! Is precies op tijd. Kijk! Iedereen komt net binnen voor het feest. Hartelijke feliciteiten! Kom verder, vrienden! Het feest kan beginnen! Verrukkelijk! Blaze, bedankt voor mijn allermooiste verjaardag aller tijden! Graag gedaan, Darrington! Hartelijk gefeliciteerd! Pam heeft de bal. Ze speelt hem naar Nelson. Maar oh, nu heeft Doeks hem. Doeks speelt de bal naar Blaze. Ja. Die speelt hem naar Starla. Ja. Terug naar Doeks. Ik sta vrij!
bal is vrij. Ik pak hem. Hier komt Pinky. Oh, voor mij. Oh, nee. Hij vliegt er vandoor. Maar zonder die bal kunnen we niet verder spelen. Oh. Wacht eens even. Kijk, daar is Toeks. Ze probeert de bal te vangen. Oh ja. Hebbes. Oh nee. Val aan de rotsen. Phew, dat scheelde niets. Nou, ik ga terug. Dan kunnen we weer verder. Mijn staartveren zitten vast onder die rots. Ik kan niet vliegen. Oh nee. Ze zit vast. Wat moeten we nu doen, jongens? We moeten haar helpen. Dat klopt. Toeks is onze vriendin. En als zij in de problemen zit, dan moeten wij haar helpen. Ja! Volg mij maar, team. We gaan samen Toeks redden. Yeah. Hè? Dat is vreemd. Ik heb nog nooit eerder zulke bloemen gezien. Of zo zien bewegen. Of zulke bellen zien blazen. Ik wou dat ik wist hoe we die bellen kunnen laten knappen. Hé, ik ken een dier dat ons kan helpen. Een neushoorn! Ja! Neushoorns hebben scherpe horens waarmee ze zichzelf beschermen. Die zijn gemaakt van keratine, wat heel stevig is. Met zulke sterke horens kun je deze bellen laten knappen. Goed zo! Ik ben een neushoorn. Monstertruck! Oké! Zet hem op, Blaze! Neushoornkracht! Gelukt! Goed gedaan, neushoorn Blaze! Volg mij maar, team. Dan laten we die bubbelbloemen eens zien wat een neushoorn kan. Kijk uit, Blaze! Die bloemen blazen nog meer bellen. Hoeveel bellen blazen ze? 3. Ja! Helpen jullie mij die bellen te laten knappen met mijn gouden horens? Tel maar mee tot 3. 1, 2, 3! Okay. Daar is Toeks! Jullie zijn er! Toeks, kijk uit! Straks vallen er nog meer rotsen! Oh nee! Toeks zit in de problemen! We moeten er naartoe en haar zo snel mogelijk zien te redden! Om met lichtsnelheid te gaan, roep... Knallen, Blaze! Neushoornkracht! Oh yeah! Woehoe! Yippie! Yo, yay! Yeah, Toeks! Ik ben gered! We zijn blij dat je weer bij ons bent, Toeks. Oh, bedankt, Blaze. Jullie monsterwielen zijn de beste vrienden die een toekomst zich kan wensen. Hé, hey, jongens. Nu ons team weer compleet is, wat zeggen jullie van een potje Jungle Ball? Nelson heeft de bal. Oh, oh, ik sta vrij. Hij schiet hem weg. Oh, ah. Maar nu heeft Blaze hem. Blaze speelt hem naar Starla. Ja. Zij speelt hem naar Darrington. Ja. En naar Toeks. En weer terug naar Blaze. Hij is bijna bij het doel. Maar om te scoren moet hij eerst nog voorbij. Pink de olifant. Kom maar op. Klaar voor Toeks? Oh ja, kom maar op. Oh!
Dat koorddansen is wel even een stuk lastiger met zoveel kippen. Darrington draagt te veel kippen aan één kant. Hij is uit balans. Darrington, je moet zorgen dat je aan beide kanten evenveel kippen draagt. Anders kukkel je omver. Horen jullie dat, kippen? Er moeten er een paar naar de andere kant. Heel goed. Heb ik nu wel evenveel kippen aan beide kanten? Nee, nog niet. Er is nu één kip aan de ene kant en zeven aan de andere kant. Oh, probeer het nog eens, kippen. Heb ik nu evenveel kippen aan beide kanten? Ja! Aan deze kant heb ik vier kippen en aan de andere kant ook. Ik ben in balans. Het is je gelukt, Darrington. Je hebt de haan en alle kippen gered. Graag gedaan, haantje. Oké, kom mee. We moeten jullie terugbrengen naar het circus. Yeah, jullie moeten de show nog afmaken. Kom maar mee, kippen. Ik heb een manier om iedereen razendsnel naar het circus te brengen. We gaan met lichtsnelheid. Willen jullie dat ik, Darrington en alle kippen met lichtsnelheid gaan? Roep dan Knallenblaze! Dat ben ik. En ik kan beter staat lopen dan welke truck ook ter wereld. Oh, wauw. En als Crusher zo geweldig is, dan kan hij vastlopen op Zeldering nog hoger zijn. Haha, makkie. En nog hoger. Phew. En dat is het hoogste dat deze staat te kunnen. Ja. Behalve dat ze nog hoger kunnen! Tada! Ze komen speciaal voor jullie show. Wat zeggen ze nu, Darrington? Ze willen dat wij ook optreden in het circus. Oké. Gaaf. Oh, bedankt, kippen. Zet hem op, jongens. Het is circus tijd. Darrington, je zit vast in het ijs. Vast in het ijs? Oh nee, dit is verschrikkelijk. Rustig maar, maat. AJ en ik krijgen er hoe dan ook wel weer uit. We moeten een manier vinden om het ijs te smelten. Precies. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben we warmte nodig. Ik weet iets. We kunnen het ijs smelten door te blazen met hete lucht. En ik weet wel iets dat hete lucht blaast. Een haardroger. Hou vol, Darrington. Deze haardroger warmt snel op en is klaar om te blazen.
band is vrij. En die andere ook. Het is je gelukt. Ik ben vrij. Bedankt, jongens. Graag gedaan, Darrington. Wow, wie maakte dat geluid nou? Ik niet. Ik ook niet. En ik ook niet, dus dan was het vast die gast daar. Slotboot, dat is de grootste ramptruck die ik ooit heb gezien. We moeten hier heel snel weg. Ja, kom op, we gaan ervoor. Wat een rit! Ja, maar waar is Darrington gebleven? Goed gedaan, Darrington. Geef me de band. Sorry, jongens. Ik ben bang dat vandaag niemand op de superbaan gaat rijden. Oh. Oh, wacht. Daar komt iemand. Het is Darrington. Hij is hier. Ja, oké, daar is hij. Daar is hij. Oh, maat, ik zei het al. Goed gedaan, Darrington. Nu kun je eindelijk de superbaan rijden. Bedankt, Blaze. Maar weet je, ik heb niet zo'n zin meer om mijn stunts helemaal alleen te doen. Waarom niet, Darrington? Omdat ik de superbaan wil rijden met jullie. Mijn beste vrienden van de hele wereld. Zeg eens, wat vinden jullie? Ja! We doen het! Ze gaan naar boven! Darrington en Blaze gaan naar het hoogste punt van de superbaan! Superbaan, daar gaan we! Het is ze gelukt! Ze hebben de Stuntmania Superbaan gereden! Het is gelukt, Blaze! Het is ons echt gelukt! Zeker weten, Darrington! En we deden het samen!